video. Vandaag ga ik iets heel anders doen. Ik ga namelijk een nieuwe soort serie beginnen op mijn kanaal. En daarin ga ik reageren op allerlei soort video's. Video's van andere YouTubers. En die ga ik tegelijkertijd met jullie hier kijken. En ik ga daar gewoon mijn ongezouten mening over geven. Disclaimer, nee, ik denk niet dat ik beter ben als andere YouTubers of wat dan ook. Voordat ik weer al die comments krijg als ik video's van andere YouTubers kijk. En om dat te bewijzen ga ik vandaag als allereerste mijn allereerste vlog kijken. De allereerste vlog die ooit op mijn kanaal is verschenen ga ik nu kijken. En ik ga er mijn ongezouten mening over geven. Ik ben heel erg benieuwd wat ik ervan vind. Zelfspot is belangrijk, denk ik. En ik ben ook benieuwd wat ik allemaal geleerd heb in de afgelopen tijd. Dus ik zou zeggen, laten we snel gaan kijken, jongens. Ik heb hier mijn laptop staan, trouwens. Daarom kijk ik zo naar beneden. Ik ga eventjes naar mijn kanaal. Wat ik ga doen, is vlog 2 kijken. Vlog 1... Ik bedoel, wil je het zien, kijk je even terug. Vlog 1 is een vlog van 8 minuutjes. En dat ging over een drive-in movie waar ik heen ging. Heb ik niet echt veel in gevlogd. En vlog 2 is een vlog van 23 minuten. Dus ik dacht, daar kunnen we wat mee. de vlog heet Soms heb je van die dagen. Hij is gepubliceerd op 29 augustus 2015. Dus het is al meer dan 2 jaar geleden dat ik deze video online heb gezet. Hij heeft nog maar 136 weergaven. Zegt ook wel genoeg. Maar fijn, dat maakt niet uit. We gaan hem starten. Ik ben benieuwd. Oké, even serieus. Gelijk of de bed. Vlog van de week. Mijn anti-klaagvrije dinsdag. Waar haalde ik dat vandaan? Mijn anti-klaagvrije dinsdag. Muziekjes ook eronder. Nou, vandaag ben ik echt helemaal niks aan het doen ook. Er komt ook gewoon echt weer helemaal niks op mijn dag terecht. Ik doe nu een poging om me aan te kleden, maar ook dat duurt alweer veel te lang. Ik moet nog make-up doen. Kunnen we het even hebben over mijn hoofd? Oh my god! Make-uploos. Porno blond. Top. Oh, iets leuks wat ik binnenkort ook ga doen. Ik vlogde hier ook nog met mijn telefoon. Wat super raar is, omdat ik dan... Ik weet niet waar ik heen kijk, maar je ziet me elke keer zeg maar zo links naar het scherm kijken. Super vervelend. Heel erg afleidend ook. Sien heeft dus gisteravond mijn haar ingevlogd. Want ik dacht, hey, leuk, weet je, handig. Golven en zo. Maar ja. Dit dus. Echt. Jongens, ik kan dit niet kijken. Dit is echt verschrikkelijk gewoon. Mijn make-up daar ook. Wat dacht ik gewoon? Even serieus. Dit is letterlijk iets meer dan 2 jaar geleden nog maar, hè? Ik ben echt in shock. Ik heb deze video zo lang niet teruggezien. Ik snap ook waarom. Had ik hem teruggezien, had ik hem waarschijnlijk gewoon van YouTube afgegooid. Echt, mijn dag wordt er niet beter op vandaag. Dit snap ik. Dit zal echt weer een uur kosten als ik het eruit wil halen of zo. Dus ik denk dat ik maar gewoon een knot op mijn hoofd gooi of zo. Ik straal ook echt zin in het leven uit gewoon, hè. Ik zit alleen maar... Ik heb het zo zwaar. Oh my god, echt. Want... Kijk. Ik zeg het jullie, ik kende toen ook nog niet knippen en plakken volgens mij bij de tweede vlog. Zo van, ik wist niet... Volgens mij upload ik gewoon letterlijk alles wat ik gefilmd had. Ik bedoel, als ik dat nu zou doen, zou ik echt een vlog van een uur hebben elke keer. Dat is niet normaal. Ik vind 136 keer bekeken echt nog veel, hè, voor deze vlog. Kijk. Ik moet dus wat papier maken. En dit zijn dus mijn papieren. Tuurlijk, al je papieren in beeld. Niet alles of zo, maar wel... Dit is helemaal echt iets heel anders.
hele gesprekken met mezelf voor de koken. Dus echt door die hele stapel heen, hè? Oh, goede onderkin ook. Kunnen we het even hebben over dit beeld hier? Perfecte onderkin. Niks mis mee. Goeie look, man. Nou, ik ben nu al moe. Oh, ik kan nog helemaal niet gaan. Oh, crap. Ik probeer gewoon 3 keer weg te gaan in die vlog, hè. En dat alles in een tijdlimiet van 10 minuten wat ik heb gevlogd, probeer ik 3 keer weg te gaan. En oh nee, ik kan nog helemaal niet weg. Oké, ik ga niet even... Ga focussen nu. Zo blond, hè. Zo blond. Oh, de muziek ineens heel hard. Tussendoor dat ik aan het fietsen ben. Oh, het is zo grappig. Zo grappig om te zien, echt. Ik ben echt ontzettend productief geweest. Maar mijn nichtje was bij mijn zus. Ik wil wel echt even zeggen dat dit de meest saaie vlog is die ik ooit heb gekeken in mijn leven. Verschrikkelijk, zeg. Ik zou zo'n vlog dus gewoon nooit kijken. Ik weet dat je ergens moet beginnen en zo hoor. En dat hele verhaal, dat snap ik allemaal wel. Maar ik zou het niet volhouden hoor. Deze duurt 23 minuten. Hè? 23 minuten van dit. Oh, dit is goed. Ik krijg geld terug. Kom jongens, laten we met z'n allen mijn brief van de belasting openmaken. Want dat is interessant. Nou. We kunnen lekker eten. Het is niet echt de meest interessante dag geweest. Joh! Wat mij bezielde om op die dag te gaan vloggen? I don't know. Waarschijnlijk omdat het dinsdag was en ik dacht, ik ben vrij. Want dinsdag is mijn vrije dag. Nog steeds. Bijna 2 jaar later. Meer dan 2 jaar later. Dacht ik, nou, ik ben vrij, dus ik moet vloggen of zo. Hier is je weer thuis. Hola. Hi, Moppie. Kunnen we het even hebben over Sien? En zijn lange haar. I mean, huh? Weet je het? Een beetje. Wat toch? Een beetje. Kijk, wat een broekie ook gewoon, joh. Nou, dit zit er nu zo'n half uurtje in. Ik weet niet echt of je ziet dat het wit wordt of wat het eigenlijk wordt. Wow. Kijk mijn hoofd. Wow. Ik kan niet eens meer wat ik daar doe. Oh, dit. Kijk mijn hoofd. Wow. Oh. Top. Maar goed, ik moet het straks nog uitspoelen, feunen. Zilver erin doen. Dus ik ben voorlopig nog even niet klaar. Maar wil je zien hoe het wordt, dan moet je even mijn volgende filmpje kijken. Over hoe ik mijn haar verf met La Riche Directions. Want dat is die speciale verf die ik dan gebruikt heb. Dus ja, nou, slaap lekker. En tot de volgende keer. Bye! Jongens, dit was wel een dingetje, of niet? Oh, zo bizar, joh. En hoe ik ook zeg, van ja, dan moet je mijn volgende video maar even kijken als je wil weten hoe het wordt. Ik heb die video nooit geüpload ook. Dus ik klop geen hout van. Ik vind het heel gek om mezelf terug te zien. Het is bijna alsof ik het eigenlijk zelf niet ben die ik daar zie. Maar goed, ik ben het natuurlijk wel. Dat weet ik natuurlijk zelf ook wel. Nou jongens, dit was weer de eerste aflevering van Xander Tippen reageert. Ja, nu was het dus op een van mijn eigen video's. Wil je nou nog eens dat ik een video van mijn eigen ga bekijken? Laat dan vooral even weten welke van de 100 zoveel, want er staan er genoeg op. Heb je nou een andere video gezien die je wilt dat ik ga kijken of een muziekvideo? Whatever wat jij denkt dat leuk is voor mij om te gaan kijken.
kijken, zolang het geen freaky deaky dingen zijn die te ver gaan voor mij om te kijken. Voor de rest vind ik het allemaal helemaal prima. Leave it in de comments. Ik ben heel erg benieuwd naar jullie reacties en welke video jullie dus willen dat ik ga kijken. Bedankt weer voor het kijken naar deze video. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. En dan zien jullie mij binnenkort weer in een tweede aflevering van Xanthippe Reageert.